Ja, goedemiddag allemaal hier in Donner en mensen online natuurlijk ook. Ik ben uh, Frank van Geitenbeek, maar ik schrijf mijn gedichten die ik plaats op mijn website, Facebook en Instagram. onder de naam De Vent die Schrijven kent. En ik wou het vanmiddag hier met u hebben over Tante Jo. Trillend dronk ze sherry op de bank met damesblad, de kinderen net het huis uit en toen viel ze in een gat. Manlief wilde flink reizen. Dat maakte haar van streek. Zij hoopte op meer tijd bij hun sta en in Beek. Maar hij droomde van Afrika. Natuurlijk ging ze mee. Zwaar onder de pillen zei ze ja in plaats van nee. En als ze roeide in een kajak of een leeuw haar kant op keek, mompelde ze bevend. Ik wil naar onze caravan, onze sta in Beek. Nou... Jarenlang moest ze Beek vergeten. Verre oorden werden bezocht. Ze gingen waften, abzeilen van safari naar jungle -tocht. En als ze in een bootje zat, naast krokodillen in een kreek, jankte ze zachtjes: Ik wil zo graag naar onze caravan, onze staakcaravan in Beek. Die kans diende zich aan toen haar man werd geopereerd. Ze nam gelijk de bus naar de camping. Nadat Thailand was geannuleerd. Onderweg nam ze een krentenbol, verslikte zich en bezweek. Haar laatste woorden waren: Ik moet naar onze caravan, onze staakkerven in beek. Lieve mensen, doe jezelf een lol. Stel uit tot je een onzweegt, maar eet nooit een krentenbol. Dank u wel.